Het is feitjestijd. Sigmund Freud geloofde ooit dat cocaïne kon helpen met morfineverslaving te bestrijden. Wist je dat? Hé, je bent er even vergeten te tekenen, pik. Wat? Dat heb ik toch getekend? Nee, toch? Heb je die niet getekend? Echt niet? Die heb je me dan niet doorgestuurd. Maar die heb je niet getekend. Kak, man. Ja, ik ga er niet achteraf in bewerken, hoor. En even kijken wie er allemaal in zit. Want die Dignia is er ook. Die is weg. Die is niet meer in ons team. Ja, maar die was in een andere aflevering. Dan... Oh. Kijk, begin wel even opnieuw met opnemen, darling. Nee. Kijk. Dit is ons huidige team nu. Ik kan het niet zien. Oh ja, we hebben nu Blastron. Ja, Bidrazam. Ja. Greninja, of Gendinja. En Lampler. En Weezerconda. Ja, maar dan heb je me gewoon die foto niet doorgestuurd. Nou, maak even een foto snel dan. Ah, is goed. Ja? Ik maak gewoon een screenshot, hoppa. Oké, dan moet je even tekenen, want volgende aflevering wil ik hem hebben. Oh, wat hel, jongen. Doe normaal. Ja, oké, hoeveel beetjes hebben we trouwens? Gekkie pikkie. Oh nee, gek pikkie. Oké, batch 5 moeten we heen. Gek, waar is dat? Dat was het inderdaad zo eten deze game. Gek pikkie. Oh kut, dan gaat hij nu tekenen dan? Oké, dan moet jij mensen een beetje bezig. Ja, ik ga mensen een beetje entertainen. Oké, hallo mensen, welkom bij Nieuw 4. We hebben anderhalf maand niet opgenomen. Deze serie. Ik heb geen idee wat nog levend is of dood is of zo. Ik weet ook niet of we hier al zijn geweest. Denk het wel. Is het voor een rare Pokémon? Oh, hier waren we nog niet geweest helemaal, denk ik. Oké. Shadow Ball. Okay. Overal gewoon een Shadow Ball opgooien, dan weet je dat het goed gaat. Precies. Wat doet hij nou? Zulubat. What the hell? Hoezo dat dan? Oké. Het gaat goed. Oké. Dus Daan, hoe is het met jou dan? Ja, maat. Het is gaar, weet je wel. Bij jou dan? Ja, ik... Gaan we mensen nog uitleggen waarom we een hele tijd niet hebben opgenomen? Dat je geen zin had om te editen. Nou, dat niet alleen, omdat we gewoon kei druk hebben gehad. Ik heb het op het werk zo druk gehad. En het was zo stressvol, dat is geen grap. Ja. Weet je, ik was vanochtend bij de dokter geweest. Ja. Maar het zo stressvol was het allemaal, dat mijn darmen nu gewoon verstopt zitten. Shit, man. Ja, ik heb al een tijdje niet gepoept. Ik kan niet meer kakken, joh. Shit, weet je hoe kut dat is, als je niet kan kakken? Heb ik nog nooit gehad, eerlijk gezegd. Maar nee? ik ben, als ik zeg maar gestrest ben, dan gaat het altijd andersom. Dan ga ik juist super veel kakken en... je bent gaan evalueren. Shit, man. Die gebruik ik toch wel even fly. En dan ook misselijk zijn en zo, weet je wel. Oh ja. Zo ben ik dan weer. Oké, ik heb hem bijna af. Even vullen nog met kleurtjes. Nu al? Ja, dus ik moet snel doen, toch? Nee, als ik stress heb, dan krijg ik bloedneuzen. En op een gegeven moment kan ik gewoon niet meer kakken. Ja, maar ook gewoon hard, weet je. Ik heb één keer gehad. Heb ik die hard foto... kakken of hard? Harde bloedneuzen. Vroeger heb ik één keer een foto op Twitter gezet. Ja. Dat ik mijn neus leegsnoot in een wasbak. Oh, vooral bloed, jongen. Supergoor allemaal. Lekker, man. Ja, wel gelachen. Ja? Ja, ik vond het wel achteraf of op dat moment? Op dat moment ook wel hoor, want het boeit me te weinig. Oké. Oh, ik pakte de verkeerde. Hij is wel een beetje toxic. Nee. Ik haal mijn leven al genoeg. Oké. Oké, dan maken we dat nog even rood en dan is die klaar. Heb ik al een sleutel? No card key, oké. Oh, dat kan niet, hè. Wat waren we aan het doen, Stefan? Dus even niet zo super snel. Heb ik gewoon alle tijd in de wereld, weet je nog? Ja, dat is waar. Oh, dit gaat te langzaam. Oh, super effective. Oké, wat vind je? Oh, ik moet nog een rookje doen, sorry, was ik even vergeten. Heb je al gestuurd op Discord? Ja, stuur maar op Discord, dan zet ik hem er gelijk even in. Ja, oké. Zo. Opslaan in tekeningen. Hoe heet dat ding? Weezerconda. Wil je trouwens de naam erboven even weghalen? Ja. Want dat doe je steeds. Maar dat, ja, nee, ik had het eigenlijk gewoon. Ja, is goed. Ik heb het er niet bij. En even een PNG'tje ervan maken dan, als je wil. Oh, nee. Ik denk niet dat hij doodgaat. Oh, shit, man. Oh, dat is de verkeerde. What the hell? Wat doe je? Niks. Wie? Heb je al gestuurd? Even? Ik moet hem bewerken. Ik moet hem opslaan als PNG. Ja, dat er ook geen witte achtergrond in zit, zeg maar. Ja, dat gaat me niet lukken.
Waarom niet? Kijk, ik doe het op Paint en dat kan normale Paint niet. Nou, dan doe ik het zelf wel. Hoppa. Jij hebt je gestuurd? Ja. Oké, dan zal ik tijdens het wel de aflevering... Ik. Dat is niet gelukt, toch? Oké, ik ga hem eventjes erin zetten, ja? Ik moet even... Helemaal goed. Helemaal. Dus zo gaat het dus altijd. Stefan zegt zo, ja, doe maar. En dan zeg ik, dan teken ik eentje. En dan, meestal doe ik er dan gewoon een paar tegelijkertijd. Aan het einde. En dan denkt Stefan, haha, grappig. En dan ik zo, haha, grappig. En dat was het dan eigenlijk. Oké, maar hij is wel goed gelukt. Al zeg ik het zelf. Er is niks mis mee. Dus terwijl mensen nu naar een stilstaand beeld kijken, ga ik even de eindedit eroverheen gooien. Lekker, man. Dus we zijn nu in de grot. Nee. Onder het casino. Nee, dat hebben we gewoon. Nee, we zijn onder het casino. Nee, we zijn onder het casino. We zijn in de Silverscope. Ja. Nee. Ja, we zijn onder het casino. Nee. Jawel. Nee. Want we moeten die dudes verslaan. En nee, dan dat hebben we al gehad. Wanneer? Ooit. Even kijken, image. Ad source. Nee, volgens mij zijn we nu gewoon onder de... Nee. Ja, dan gaan we die dude verslaan, dan komen we er weer uit. Jawel. Nee. We zijn nog echt niet... Nee. Nee. We zijn nog niet op de biker path geweest. Nee, want daar moeten we ook nog niet heen. Bijna niet, chill nou, bam, jongen. Bam, wie seconde staat er nu in. Hoppa. Even kijken, die gaan we hier of hier. Waar zal ik hem neerzetten? Ik denk dat iedereen in de chat wel gaat zeggen van, oh ja, dus je hebt gelijk, Daniel. Als je gelijk zou hebben, wel ja. Oké, ik ga je gelijk laten zien waar we zijn, ja? Oké. Oh, we zijn een hotel. Waarom zijn we niet meer onder de grond? Hier zijn we. Huh? Hoe zijn we hier gekomen? Goh, wat? Oké, okay, fair enough. Oké, okay, we gaan. De Silverscope zijn we. Ja. Oh, ja, heb je wel eens gehad dat je reet best wel stinkt? Wat? Wat? Huh? Wat? Heb je wel eens gehad dat je reet best wel stinkt? Ja. Nee, nooit. Heb je wel eens een keer scheet gelaten in je leven? Oh, hier zijn we. Oké, mensen, geef vooral een blauw duimpje omhoog als jullie Daan ook een sukkel vinden. En dan doe een duimpje omlaag als je me wel oké vindt. Ik weet niet waar ik heen moet, Daan. Je gaat verkeerd. Ja, dat weet ik goed, ook. Je gaat goed, je gaat goed, je gaat niet goed. Je gaat goed. Waarom vechten die mensen niet, weet je? Die heb ik al verslagen, jongen. Oh, we moeten hier naar links. We moeten hier, als ja, maar ik heb de card key. Maatje, ik heb de card key. Ja, oké, ik snap het, maar daar moeten we dadelijk zijn. Ja, daar moeten we uiteindelijk... Ja, dat kan mijn dikke reet zich ook nog herinneren. Ja? Heb je een dikke reet? Uitback. Wow, jij zegt het niet, ik. Oh, ja, dat gegrond trouwens, of niet? Oeh, zag je het? Earthquake? Wat? Waarom zou je Earthquake niet leren? Dat was een foutje, Daantje, Banaantje. Ja, die is van mij en die is van jou, nevermind. Oh, en dan kan ik ook Inferno leren. Dat is wel goed, hè? 50% raakkans, dus... Ik zou hem boven Rock Throw doen of zo. Ja, want het is... Of boven Shadow Ball, I don't care. Ik zou hem niet voor boven Amber doen als ik jou was. En dan helemaal niet boven Earthquake. Hmm. Maar hij is van jou, dus het is jouw keuze. Ik kan hem hebben. We mogen er eentje samen kiezen, toch? Volgens mij hadden we Wisa Kondo toch samen gekozen? Die wilde ik hebben. Die wilde jij? En Peter Sam wilde ik hebben. En Plaston was samen. Lampler en Geninja zijn van mij. Ja, en dus dan hebben we de Abitrio die we nog samen kunnen kiezen. Nee. Plaston is van ons samen. Ja, nee. En, ja, oké. Okay, ja, we mogen er één samen kiezen. Ja. En we kunnen nog altijd eentje uit. Oeh, wat is dit? Een cup? Cup Kada. Een Cubo met een. Hoe heet die verklote homel? Nou ja, zo'n andere guy. Oh. Sulubet. Oh, dat zeg je toch niet, joh? Waar je bek in gestakken? Waar ben jij een sukkel weer?
Nee, je bent echt zo'n motherfucker, hè. Dat kan toch niet, joh. Deze was helemaal wakkoe, mensen. Je gaat fout, je gaat fout. Hoezo ga ik fout? Oké, waar moet ik dan in? Ik ben er weer. Ja, één. Diep ook wel. Ja. Een focus punch. Oké, hebben we niks aan. Ja, dat is een goede fighting move. Jij hebt een goede fighting move. Naar links, naar links, naar links, naar links. Nee, dan ga je toch naar beneden, jongen. Moet toch naar boven. Wat? Wat? Oh, ja. Poep ingehaald. Er was een pokkenbal op de grond. Waar? Rechts. Daar. We komen wel bij. Oh. Torment. Wat is dat? Dat is een aanval, Dark. Okay. Shiny. Je weet dat alles shiny is, hè? Niet alles is shiny. 99,9% nee, van alles. Nee, de kans is maar 1 op 40 of zo. 1 op 40? Dat is bijna 99%. Ik denk dat het ook 99% is. Het gewicht van je hond. Wat? Hij weet dat je 99 gram, joh. Nee. Dus vanwege mijn ouders momenteel, niet mijn hond. Ja, dat wou ik zeggen, maar ik dacht van nee, ik hoef niet altijd lelijk te doen op je ouders. Ik wist oh, het. Wacht even. Ik wist ook dat je dat ging zeggen. Oh, ik heb geen aanval tegen Wizaconda, denk ik. Of tegen... Jawel. Nee toch? Jawel. Net, Jawel. Ja, Toxic. Nee, maar Toxic deed het niet. Dan miste je. Oh, wel, oké. Okay. Heb ik wel potions? Ja, ik heb geen zon te healen hoor. Wat vind je tot nu toe de beste tekening die we hebben op dit moment? Als ik even zo naar links kijk, ja, ik vind Wizaconda toch het minste, man. Ja, nee, oké, okay, maar wat vind je de beste? Ik vind Blastron wel heel grappig. Ja, ik vind het juist de minste persoonlijk. Ja? Nou, ik vind dat hij zo'n kleinschattig piekje heeft, weet je wel. Ja, oké, okay, dan ben ik inderdaad wel vergeten op de Wizaconda te gooien. Ja, ja. Balen, man. Ja, weet je, het ding was, ik heb, denk ik, bij Wizaconda ongeveer evenveel tijd als Blastron gebruikt gedaan. Ja, maar Blastron vind ik echt grappig. Ja, oké. Okay. Maar Greninja, die... Ja, ik weet niet. Het weet net niet of zo. Daar heb ik ook niet heel veel tijd aan gespendeerd. Ook al heb ik geen enkele veel tijd gespendeerd. Ook al vind ik zijn sjaal wel heel mooi. Daar kan je niks van zeggen. Wie is een sjaal? De sjaal van Wizaconda. Was dat niet iets van... Greninja. Wat hij niet... Was dat niet lucht? Oh, dat zie je nu natuurlijk niet. Nee, dat is een piemeltje geworden. Is dat een piemeltje geworden? Ja, ja. Oké. Ik kan me niet meer tegen. Ja, ik wel. Maar je hebt ze toch opgeslagen, zei je net? Ja, denk je dat ik daar naar keek? Ik kan toch even openen en kijken? We zijn echt fout aan het lopen, joh. Ja, als jij het beter weet, dan hoor ik het graag van je vriend. Ik weet echt niks. Oh! Smackmite. Ik wil zo graag mijn Smackmite hebben, hè? Ja, snap ik. Ik zeg dat we Smackmite doen bijvoorbeeld Blastron. Nee, echt niet. Blastron is een starter. Dat kan echt niet. Wat zit je nou weer helemaal te lullen dan? Hoe kan je het nou in je hoofd halen om je starter te ruilen? Wat voor een guy ben jij? Ja, omdat ik een goede Pokémon wil hebben. Jij bent echt... Bolt Choke. Oh, die is cool. Ja, ik zie als Choke, jonge bitch. Oh, Choke me daddy. Oh, yeah. Can I get an on, yeah? Oké, een Carbos. Oh, yeah. Was dat een Magikarp? Nee, een Carbos. Nog een Rekandy. Hey. Nu met 4 Rekandys. En een Ultra Brawl. Brawl. Ultra Brawl. De AV is zo fucking gaar. Naar boven, naar boven. Zijn we nog fout? Maar maakt niet uit. Oh, we zijn goed. Nee, we zijn fout. Nee, we moeten de Carbos. Oh, we krijgen dadelijk zo'n bal met... Oh, gaan derde bal. Echt? Ja. Die hebben we echt nodig. Hoe heet die? Dat is een... Masterball. Een Masterball. Die gebruikt had dat we bij level 7 Magikarp. Ja, nog? Dat weet ik zeker nog. Daniel speelde Poké MMO, spelen we nog steeds. Leuk spel. Maar Daniel dacht dat het een goed idee was om zijn Masterball te gebruiken op een Magikarp. En omdat hij maar niet te vangen kreeg. En toen... Nee, omdat ik nog steeds geen goede kreeg. Toen denk ik van, nu kom ik eentje tegen. Als ik die met een Masterball van ga, die sowieso goed zijn. Dat had hij aan de slechtste IV's ooit. Dat valt mee. Het kon beter, zou het zo maar zeggen. Maar ik sta er nog steeds volledig achter. Verdeeld 27 IV of zo was het. Nee, dat was iets van... Nee. Oh, hier moeten we heen volgens mij. Inderdaad. Ja. Nee. Daar moeten we dadelijk wel heen. Blastron? Oh nee, ik bedoel Golbaria. Die ziet er wel cool uit. Echt niet, man. Fuck off. Oké, sorry.
ben je nu aan het speeden omdat je per se speed 1 knop wil duwen? Of is het omdat we even aan het zoeken zijn? Ja, omdat we aan het zoeken zijn. Want we zijn deze hele aflevering zijn we al bezig met hier te zijn. Oh, wie is dat? Dat is Hypno. Hypno met? Een water-Pokémon. Karapa, of zoiets heet. Okay. Ik weet waar we heen moeten. Ja, ga naar beneden. Naar beneden, naar beneden. Daar, ja. En dan moet je door dat ding heen. Oké. Okay. Dan kom je op de goede plek uit. Oké, okay, mensen. We gaan alvast... Ach, kut. Nee, nee, ga eventjes. We zijn op de mensen op de goede plek. Dan hebben we iets gedaan deze aflevering. En we sowieso. We hebben, hoe heet het, getekend. Wat is dat? Grotnetom? Dat is Magneton met een grottel. Oh, die moeten we zo erg hebben. Die moeten we zo erg hebben, hè? Oh ja. Moeten we die even hebben, Daniel? Echt wel. Oh, kut, mijn knie. Oh. Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Oh, ik knok uit met mijn ding. Met je ding? Met je ping. Mijn knie tegen mijn tafel aan het rand aan. Oh, fuck. Weet je wat jij een tafel rand de biel? Wat? Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Ja, naar rechts, ik weet boven. Het, maat. Ik ben geen Mogol. Oh, fuck. Kijk, weer een blauwe... Ik heb zo vaak een blauwe knie, hè. Oh. Ik zou zo beter een blauwe knie dan een blauwe pik. Juist niet, okay. Jongen. Wat wil jij nou? Waarom zou je niet liever een blauwe pik willen hebben? Blauwe pik betekent dat je al een tijd geen seks hebt gehad. Klopt. Moet je kijken, moet je kijken, moet je kijken. Oh, wauw, Mega Beatersham. Nu ziet hij eruit als satanistisch en zo. De Mega Beatersham die jij niet wou tekenen. Ik weet het, ik vergeet het altijd. Is dat nou satanistisch of joods, dat sterretje? Weet ik veel. Wat wil je dat het is, papi? Ja, beide. Ah, je vibreert een beetje, Stefan. Naar links, naar links, naar links. Ja, ik weet het. En dan die. Nee, we moeten ook nog even die hebben. Wat ben je aan het vibreren, jong? Ja, ik krijg een appje. Mensen, bedankt voor het kijken tot de volgende keer. Doei! Super doei!